Wij zijn kinderburgemeester en wethouder van Diemen. Nila, ja. Met de L van de Leo. Met de N. Bedankt. Hoi, ik ben Ilaya, de kinderburgemeester van Diemen en ik ben vandaag samen met... Dana. De wethouder van Diemen op voor de jeugddag. Hallo, mevrouw. Wie bent u? Hallo, ik ben Marieke Kouwenberg. Wat voor werk doet u? Ik werk bij de gemeente Tilburg. Ik hoop heel veel inspiratie en ook eigenlijk heel veel goede tips van andere mensen op te halen dat wij in Tilburg nog beter zouden kunnen doen. Er staat ook wel een paar chagrijnige mensen tussen die er geen zin in volgens mij. Ik probeer altijd de vrolijke mensen op te zoeken die eigenlijk altijd wel een beetje aardig doen tegen de rest. Mogen wij ook een portie poffertjes? Wij gaan heel erg iemand opzoeken. Tot dan! De mensen hebben niet echt geluisterd. Nee, eigenlijk niet echt, hè? Ik denk dat het een mooie boodschap is voor in de echte wereld, dat mensen nog beter kunnen luisteren. Luistert u veel naar kinderen? Of ik heel veel naar kinderen luister? Dan moet je aan mijn dochter vragen, die loopt hier ook rond. Hallo, ik ken u eigenlijk niet. Wie bent u? Ik ben Laurentien en ik ben een soort vertaler eigenlijk van de nieuwsgierigheid en de inzichten van kinderen. Hoi, wie bent u? Ik ben de kinderombudsvrouw. Dit is de jeugddag, draai door. Hallo, wie bent u? Dag, ik ben André Rauwvoet. En wat ik denk dat heel belangrijk is voor kinderen, dat zeggen ze ook vaak zelf tegen mij, is dat ze met andere kinderen kunnen praten. Weet je, kinderen kunnen soms dingen zeggen die zo, ik zou zeggen, raak zijn. En dan ga je als volwassene denken van hoe moet ik dat nou oplossen? En dan heb je niet altijd direct de oplossing. Jullie kijken op een andere manier naar de wereld. Jullie denken van oké, wat gaan we doen? En niet zoals volwassenen soms, maar dat kan niet of dat lukt niet of dat hebben we al geprobeerd. Okay. Dus jullie helpen eigenlijk ons volwassenen om weer open te gaan kijken naar wat is er eigenlijk voor nodig om te zorgen dat een oplossing werkt. Weet je, vandaag zijn er heel veel mensen bij elkaar die werken voor jongeren, hè, die werken met kinderen. Het is heel belangrijk dat die bij elkaar komen en dat ze van elkaar leren hoe ze iedere dag net een beetje beter kunnen worden dan gisteren. Dus ja, ik vond het een hele mooie dag. Een leuke auto. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. Oranje. Ja, dankjewel. Ja, dat is goed. Bedankt.